In 1933 werd Richard Strauss door Jozef Goebbels benaderd om voorzitter te worden van de Nazi-Reichsmuziekkammer. Strauss ging op dit verzoek in en vervulde deze post tot in 1936. In dat jaar componeerde en dirigeerde hij ook de officiële hymne voor de Olympische Spelen van Berlijn. De associatie met het naziregime heeft Strauss lange tijd niet bepaald populair gemaakt. Jaren later zei de beroemde dirigent Arturo Toscanini bijvoorbeeld: "Voor Strauss, de componist, neem ik mijn hoed af. Voor Strauss, de man, zet ik hem weer op." Toch had Strauss een goede reden om deze hoge post aan te nemen. De bijbehorende connecties hielpen hem om zijn Joodse schoondochter en zijn twee kleinkinderen uit handen van de Gestapo te houden.